wat voor lef heb je dat je dit instuurt? Zullen we hem voorlezen? Gaan we het aandacht geven? Ja. Echt? Ik vind het wel. Verdient diegene dat? Vanaf nu is het de wereld uit. Is het echt dat er een van de paar YouTubers die naar Paddy de Fluitenvent komt, zwanger is? Oh, dat is sowieso waar. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zit hier met Romy Huisman van het kanaal Snoetable. We gaan echt een hele leuke, maar ook hele spannende video opnemen. Wij hebben namelijk aan jullie gevraagd of jullie anonieme roddels, stellingen, weetjes willen opsturen. En dan gaan wij die ontkrachten of bevestigen. Deze video doen we natuurlijk wel echt met een boodschap. En dat is dat neem niet altijd alles aan wat er gezegd wordt. Het is heel belangrijk om er goed over na te denken. Wij kennen de roddels nog niet. Wij weten de weetjes nog niet. Die gaan we zo meteen pas kijken. Maar je zult echt zien dat er ook dingen tussen staan die gewoon niet kloppen. En wij willen jullie ook een beetje uitleggen met nou, hoe ga je er nou mee om als er dingen over jullie gezegd worden wat niet waar is. En, ik vind het best wel spannend. Ik ook. Want omdat je dus anoniem iets kan insturen, ja. Iedereen. Zeg maar, het filter is gewoon compleet weg. Ja. Dat is wel, überhaupt met internet, weet je, als je mensen gewoon in het echte leven kent, dan zeg je niet zo heel snel iets onaardigs tegen elkaar, tenminste, weet je wel. Dan heb je nog wel een soort van beleefdheid. En dan via internet gaat het al makkelijker, omdat je dan achter je beeldscherm, zeg maar, zit. Ja. Maar dan, nu kan je het echt volledig anoniem insturen, want wij hebben, hoe heet die site? Die app? Saraha. Saraha hebben wij gebruikt en dan kan je dus anoniem iets achterlaten. En dat hebben we wel bewust gedaan, zodat we echt, zodat we het echt ook niet persoonlijk konden opvatten en dat iedereen gewoon echt open alles mocht insturen. Maar het is best wel spannend. Ja. Even uitleggen, woordjes. Ik ga vast opzoeken. Kijk, dus je hebt zeg maar, als het een fact is, zeg maar de stelling klopt, het is een feit, dan doen we deze. En als het vals is, dus hij klopt niet, dan doen we deze. Ik vind het heel eng, ik heb hem al. Oké. Lees de eerste maar voor. Oké, ik moet even niet meer lachen. Ik ben er klaar voor. Hij is niet heel erg, maar ik vind het heel grappig. Je krijgt als YouTuber betaald om geïnterviewd te worden door een magazine zoals Bit. Ja, krijg jij betaald? Nou, wel voor het werk van Bit. Ja, maar de vraag... De stelling is, krijg je betaald voor een interview voor het magazine? Van nee. Echt letterlijk? Een interview? Nee. Ik vind het zo spannend, het is echt erg. We zouden daar wel geld voor moeten vragen. Ja. Maar zo bij de hand zijn we nog niet. Nee. Zijn het er veel? Ja. Oh, wauw. Het zijn er echt heel veel. Oh, dit wordt echt een video van stopt niet. Romy Huisman is weggegaan bij de oude stal omdat ze ruzie had met de staleigenaar. Hey, dan had ik het goed. Ja. Nee, ik had geen ruzie met de staleigenaar. Nee. Het is geen ruzie. Nee, en ik vind het altijd heel belangrijk om ergens goed weg te gaan. Ja. Dus, absoluut. Ja. Nienke vindt working equitation maar een rare taak van de paardensport. Oh. Nee, mooi tegelijk. Ja. Nee, dat vind ik zeker niet. Ik vind het juist heel interessant om nieuwe dingen te zien en te leren. En dat hebben we vandaag, mocht ik dat ook proberen? Nou, niet working education, maar wel een nieuwe... Iets anders. Dag, om het zo te noemen. Nee, ik... Daarom dacht ik ook dit. Want ik dacht, jij staat al wel open voor dingen en... Oh. Je kent het niet. Dus hoezo kun je meteen zeggen dat je het stom vindt? Ja. Waarom? Wat voor lef heb je dat je dit instuurt? Zullen we hem voorlezen? Gaan we het aandacht geven? Ja. Echt? Ik vind het wel, maar ik ben... Verdient diegene dat? Romy als kutbadmuts kijkt zogenaamd alleen maar naar ontspanning, maar als je een 4-jarig paard met een neusje over het zand weet te rijden op zijn tweede wedstrijd en geen grote fouten maakt. Zogenaamd als jury kijk ik alleen maar naar ontspanning, maar als je dus met een 4-jarig paard die pas voor de tweede keer op wedstrijd gaat, zijn neusje zelfs over de grond rijdt, wat dan denk ik betekent ontspanning of zo, denk ik dan. En je maakt ook echt veel fouten rijden nog steeds geen punten bij haar. Ik ken jou als persoon en ik weet dat jij heel erg kijkt naar bepaalde dingen en zo van... Ja. Jij zoekt heel erg voordelen op, zo positief zoek je altijd heel erg op. Ik probeer eigenlijk wel altijd, als iemand bij mij een wedstrijd rijdt, of dat hij nou hoge of lage punten rijdt, ik probeer altijd zoveel commentaar op het protocol te geven. Ja, dat iemand is echt zo fijn. Er in ieder geval iets mee kan. Ja. En, ik weet niet of, ik heb wel eens een situatie meegemaakt, waarbij een jong paard in de oefening halstrekken echt ontzettend laag ging. Dus echt letterlijk met zijn neusje over de grond. Maar dat is eigenlijk niet correct volgens de richtlijnen van de dressuur. Dat kan je ook vinden voor in je dressuurboekje. Dan zijn alle oefeningen uitgelegd. En dan staat halstrekken. Het neusje moet tussen knie en boeghoogte. Ja. Dus daartussen, niet daaronder.
En ja, dan is het ook nog belangrijk dat het paard ritmisch goed blijft en voldoende aanspanning blijft houden. Dus buikspieren een beetje aanspannen, rug ontspannen en naar de hand toe blijft lopen. En dat is dus iets heel anders dan de teugels eigenlijk een beetje uit de hand trekken en gaan stofzuigen, zeg maar. Ja. Dus, ja, dat is een keer gebeurd. Ik weet niet of dat te maken heeft met deze reactie, maar ik vind, het zou kunnen. Het was namelijk een jong paard die heel erg laag ging halstrekken. En ik heb daar toen een 5 voor gegeven. Dat was eigenlijk nog best wel, nou ja, mild. Want 5 staat officieel in het dressuurboekje nog als een voldoende, zeg maar. Het is geen dikke voldoende, maar het is een 5. Dus het is iets anders dan een 3. Blijkbaar hadden andere juryleden wel een aantal keren 9 gegeven voor die oefening. Dus ik kan me voorstellen dat je als ruiter dan misschien denkt dat je iets super goed doet. Maar hij was rijtechnisch gewoon niet goed. En als andere juryleden dat dan belonen, die juryleden krijgen nooit commentaar. Maar ik ben gewoon eerlijk en ik beoordeel wat ik weet en wat ik heb geleerd. Ja. En volgens de richtlijnen van de dressuur. En dan was het gewoon niet correct. Dus dan krijg je een 5. Dat is nog niet heel slecht, want als je voor alles een 6 rijdt, heb je een winstpunt. Ja. Dus 1 puntje minder. Want je had vast nog een 7 erbij. Die kan je voor je verzorging. Of oh nee, al 1 krijg je geen verzorging. Maar goed, anyway. Dus misschien dat het daarover ging. Nou ja, je rijdt geen punten bij mij. Als je goed rijdt, maar wie ligt het dan? Dan rij je punten bij mij. En als mensen niet zo goed rijden, dan moeten ze nog even dooroefenen. En dan hoop ik ze in ieder geval een goed protocol mee te geven. Ja. Nienke en Maartje zijn lesbie. Nee jongens, echt niet. Nee, want ze heeft een vriend dus. Ik heb een vriend. Ja. Maartje en ik zijn gewoon hele goede vrienden en knettergek in die video's. We slapen ook bij elkaar, maar dat is allemaal vriendschappelijk. Dat betekent echt helemaal niks. Dat zijn gewoon wij. We zijn gewoon onszelf en dat laten we zien in de video's. Inderdaad, zoals dat ik bij Maartje ben, ben ik niet met een andere vriendin en dat maak je ook niet. Maar we zijn echt geen stijl. Ja, nee, dat willen we echt de wereld uithelpen. Vanaf nu is het de wereld uit. Klopt het dat Romy een geheim paard heeft? Romy heeft alle foto's van zichzelf waarop ze te zien is zonder hoofddoek verwijderd. Laat het verwijderen van het wereldwijde web. Ik denk van wel. Ja, ik denk het, dat het wel klopt. Sowieso het eerste deel, ik heb ze allemaal zelf verwijderd. Oh, maar volgens mij had ik ook niet eens Facebook. Toen ik... Want hoe oud was je toen je een hoofddoek ging dragen? 19. Dus dat is al 9 jaar geleden. Ja. Yeah. We gaan even verder met mijn camera, want de batterijen waren op. Ja. En die van mij zijn ook niet super vol, dus niet voorbereid. Oké. Okay. Romy is moslima geworden en een hoofddoek gaan dragen voor haar man. Nee. Oh, gelukkig dat jij het ook niet denkt in ieder geval. En ja, dat is zo afgezaagd. Heel veel mensen die zeggen altijd, dat is zo'n stigma, weet je. Gewoon zo'n aanname. Laatst, en weet je, sorry als die persoon misschien kijkt, ik wil je echt niet beledigen, maar... Laatst kreeg ik dus een reactie van iemand die zei van dat ik dat dus deed voor mijn man, omdat haar moeder dat had gezegd. En toen dacht ik echt van, weet je, zelfs ouders, weet je wel, je bent een opvoeder. Denk even na voordat je iets tegen je kind zegt. En ja, dat is gewoon echt een aanname. Waarom zal ik iets doen voor een ander, wat zo ingrijpende verandering in je leven is? Want aan de ene kant is het maar... Het is maar stof. Het zou eigenlijk helemaal niet uit moeten maken. Maar toch... Maar toch is het... Je maakt het jezelf niet heel makkelijk met je hoofddoek, zeg maar. Je loopt echt wel tegen dingen aan in je leven. En ik zal dat toch niet voor iemand kunnen doen. Dan word je zelf dan toch niet intern echt gelukkig van. Nee, een beetje. Op een gegeven moment ga je dat toch echt aanlopen. Ja. En waarom dan? Ik bedoel, weet je, ik wil dat mijn man gewoon van mij houden. En niet dat ik hem dan... Nou, wat dan? Moet ik dan van hem een hoofddoek dragen en dan... Wilt hij met me samen leven of zo? Ik snap de wisselwerking niet. Dan, hoe ik kan denk dat mensen het ook denken dat het echt allemaal onbegrip is. Dat mensen gewoon niet snappen hoe het werkt of zo. Of denken mensen dan echt dat moslimvrouwen worden verplicht door die dominante paarddragende moslimmannen, die gewelddadige mannen? Is dat echt het stigma, weet je? Dan moet je Amir even kijken. Ja. Amir is wel heel erg gevaarlijk. Maar. Ja. Nee, maar ja, nee. Als jullie mij een beetje kennen, dan denk ik dat jullie al genoeg uit mijn karakter kunnen halen. Ik zal dat niet kunnen doen voor iemand anders. Dus je kan geen toneelstuk je hele leven blijven spelen. Daar word je uiteindelijk niet gelukkig van. Dat ga je niet volhouden. En het is wel zo dat mijn man er wel achter staat dat ik een hoofddoek draag. En dat deel ik echt met hem. Ik bedoel, het is een bewuste keuze. En hij steunt me daar ook zeker in. Maar het is niet omdat hij het verplicht heeft gesteld voor mij of zo. Dat ik het dan doe om hem te pleasen. Dus dat is echt een dikke
Dikke kruis, gewoon. Dikke no-go. Voor nu en altijd. Dikke no-go, jongens. Ja. Oké, okay, heel goed. Dat hebben we die gehad? Ja. Oh, eindelijk. Even kijken. Romy, Fenna, Feline en Leanne hebben ruzie met Paardenpraat TV. Nee. Ja, voor zover. Voor zover wij weten, echt niet. Romy, Fenna, Feline en Leanne. Dus dan moeten wij met z'n allen, met z'n vieren tegen Paardenpraat TV of zo. Ik ken die mensen van Paardenpraat TV niet eens persoonlijk. Nee. Dus nee, voor zover ik weet, is wel ruzie met ze. Je hoeft heus niet met z'n allen dikke vrienden te zijn of zo. Nee. Maar ja, weet je, in principe, je kent elkaar niet persoonlijk. En in dat geval van Instagram, no hard feelings, gewoon klaar. Gewoon lekker door. Ja. Oké. Okay. Feline en Nienke hebben een heel erg conflict gehad vroeger. Ja. Echt waar? Echt waar. Ik heb, is nu jongens, alles is oké. Okay. Toen heb ik Contessa gereden en toen zijn we, nou weet ik veel. En toen is er daarna over de app ruzie ontstaan en toen... Oh. Ja, en over de app jongens, over de app wordt het zo erg. Ja. Maar alles is oké okay en niemand is een schuldige ergens van en... Maar dat is dus ook wat we net zeiden over internet, maar dat is ook met appen. Je mist gewoon de non-verbale communicatie. Ja, de gezichtsuitdrukking. Je kan elkaar niet aankijken. Nee. Ja, je voelt elkaars emotie niet. Ja. Dus je begrijpt elkaar gewoon sneller verkeerd. Mm-hmm. En dat is wel, ja, dat is heel lastig af en toe. Ja. In deze tijd. De reden dat het rijden niet altijd lekker gaat met Contessa is omdat Nienke haar dingen vraagt en laat doen die Contessa niet leuk vindt en niet kan. Dat is heel lastig. Ik vind hem heel dubbel. Ik denk een beetje zo. En ik wil best uitleggen waarom. Ja, ik vind hem ook. Ik wilde want? Ook, want ik ken jou niet. Weet je, ik weet niet hoe jij persoonlijk op haar rijdt. Ik leg jij maar dingen uit. Volgt, ik dus... ja, jij kan het denk ik het beste uitleggen. Maar ik denk van ja, ik weet niet. Maar meestal, als er iets niet lekker loopt of het loopt stroef, is het... Als een paard een beetje verzet toont, is het vaak inderdaad of ze vinden het niet leuk. En ze vinden het vaak niet leuk omdat ze het nog niet kunnen of ze moeten wat leren. Maar dat is natuurlijk altijd wat je probeert. Je probeert een paard altijd... iets te leren wat ze eerst nog niet konden. En... ja, inderdaad. Dus aan de ene kant, dat is deels wat je met je training doet. Ja, ik weet het niet zo. Dat is mijn gedachte ook. Ja. Ik weet dat Contessa echt heel veel heel erg leuk vindt. Die, ik zou me zo 1, 2, 3 niks op kunnen bedenken waarvan ik echt zeg, dit haat ze. Behalve water, maar zwemmen vindt ze dan ook weer leuk. Je traint toch aan iets wat je eerst nog niet kan. Mm-hmm. Je hebt een doel. En een doel is, nou ja, ze zeggen altijd... niet groot genoeg als het je niet bang maakt, zeg maar. Ja, ja, ja. If your dreams don't scare you, they are not big. Juist, enough. Alleen kan ik geen Engels. Ja, maar een soort van... Dat bedoelde ik inderdaad. Ja. Maar ik weet heel goed tot welke grens ik bij Tess kan gaan. En dat ik daar niet overheen moet gaan, dat gebeurt me eigenlijk ook nooit meer. Ja. En weet je, als het wel een keer gebeurt, dan weet je ook waar die grens ligt. Ja. Ik zeg altijd van... Je wilt de grenzen toch gaan verleggen, want als je niet uit die comfortzone gaat, word je ook nooit beter. Nee, precies. Dus, en weet je, wat is nou een blij paard? Ja. Ja. Als we ze altijd in de wei laten staan, dan zijn ze misschien blij. Maar zijn ze lichamelijk niet. Ja, voor de allereerste keer een halsertje om, voor de allereerste keer een zadeltje om. Dus ze hoeven echt niet alles gelijk helemaal leuk te vinden. Nee. Ze moeten ook dingen leren en daar horen soms ook spannende dingen bij. Ja. Ja, je moet toch de grens een beetje gaan verleggen. Dus je gaat zo langs die grens, ga je zoeken. Denk je, oké, hier kan ik wel eventjes een beetje oversteken. Hier ga ik de grens ietsjes verleggen. Ja, precies. Maar je hoeft niet een paard overheen te pushen. Nee. Maar soms dan merk je in de training, heb ik ook, denk, oh shit, nou ben ik eigenlijk net iets te ver gegaan. Nu is er iets te veel spanning opgebouwd. Nou ja, dan moet je weer net krediet hebben om weer te kunnen. Daar blijf je toch altijd mee spelen, toch? Ja, ik... Dus ja, ik weet het niet. Nee, maar jij hebt het goede antwoord gegeven. Ja, ik weet het ook niet. Niet meer dan... Ja. Een halve... Ik heb gehoord dat Maartje naaktfoto's heeft. Klopt dat? Oh, ja, jij doet straks groen. Ik heb wel foto's, maar geen naaktfoto's van. Eerst dacht ik echt, was er gek genoeg voor, weet je wel. Maar toen dacht ik, ik hoop het niet, weet je. Nee. Want als dat uit gaat lekken op internet, jongen, je leven, die is echt... Geloof me, ik ken Maartje heel goed. Nee, Maartje heeft echt nooit naaktfoto's. Volgens mij is ze wel gek, maar heeft ze wel verstand. Of ik heb echt wel foto's die heel veel grenzen overtreden. Maar naaktfoto's... Oh, ja? Ja. Jij bent op Snapchat niet, toch? Nee. Kijk. Ik heb een smeuïge roddel gehoord dat Maartje een overloper is. Iemand heeft haar gezien op een vent. Dat kan toch niet waar zijn? Is het waar? Of niet waar? Weet je wat ze bedoelen? Ja, tuurlijk. Ik denk het niet. Nee, want hij is iemand van de John Deere, toch? Klopt het dat Nienke geen echte Rambo Miklum heeft?
Ja, want ik weet het, want je hebt het vandaag toevallig. Ja, ik heb geen echte. Gewoon fake. Ja, als ik fake, maar was wel 15 euro. Wow. En hij heeft dat 2,5 jaar. Dat is gewoon echt 10% van de prijs. Ja, dus ik ben er heel gelukkig mee. Maar blijft die neus niet wel goed zitten dan? Ja. Ja? Klopt dat Maatje weer single is? Ja, ik weet het niet, ik wist niet eens dat ze een vriend had. Sorry Maatje. Ja, ze heeft uit met Samson. Oh. Oh. Oh, ja, denk ik van de vakantievlog. Oh, sorry. Ja, weet je, die paarden van jullie, dat hou ik allemaal wel bij me. Maar verder, ook nog jongens. Halleluja. Is het echt dat er een van de paar YouTubers die naar Paddy de Fluid Event komt, zwanger is? Volgens mij niet. Of mis ik wel? Of mis ik niet? Maatje. Volgens mij niet. Romie, wie is er allemaal op de leeftijd dat ze... Ja, deze. Moet je al vertellen? Wacht, nee, heb jij deze gestuurd? Ik niet, nee. Oh, dat is kut. Dat moeten we er niet in. Dan gaan we ook nog om lachen. Want het gaat zo ongemeen. Het is gewoon omdat het een beetje ongemakkelijk is. Vanina had laatst wel iets geplaatst dat in ze, een vlog over... Ja, maar dat ze dat nog niet van plan is. Nee. Fena niet doen. Fena niet doen. Nee. Zorg dat je eerst een vaste relatie hebt. En dan, weet je, die stappen komen dan vanzelf. Dus. Ja, volgens mij niet. Ik zou niemand... Romy is altijd heel rustig op de camera, maar in het echt is ze helemaal niet rustig. Oh, dit is moeilijk? Ik moet hem even omzetten. Maar wat is de definitie van rustig? Nou... Ik weet het niet. Ik doe hem een beetje zo... Iets meer zo dan ik zo. Denk dat jij... Ja, ik ben buiten de camera... Ik ben wel druk, maar niet anders. In de zin, ik ben niet vol... Kijk, jij bent echt wel een extravert type, weet je. Jij kan gewoon gek doen en gewoon scheid en alles. Maar dat ben ik niet. Ik ben wel iets meer zo'n beetje een gereserveerd typeje, weet je wel. Maar ik ben wel, ik heb echt heel veel interne onrust. Ik ben gewoon echt druk en hyper. Ja. En ik gewoon non-stop kan ik soms doorgaan. En ik wil altijd iets om handen hebben. En volgens Amir praat ik heel veel. Dan ben ik af en toe heel erg hyper en zo. Dus. Hé, misschien moeten Amir en Loran even gaan chillen. Door te vloggen, dat klinkt echt misschien heel raar. Door te vloggen wordt mijn dag gestructureerd, hè? Ja. Dus ik ben wel een beetje af en toe in 7 sloten tegelijk alles nog wat aan het doen. En een beetje heel snel in mijn denkproces. Maar als ik aan het vloggen ben, dan is mijn hele dag gestructureerd. Want dan ben ik ook echt aan het vertellen, ik ga nu dit doen. En dan ga ik dat ook doen. Ja, ja. Dat heb ik ook. Heel erg. Want als ik in mijn vlog in de ochtend heb gezegd van, dan ben ik aan het vloggen. Ja, en dan gaan we straks nog op snuitje rijden. En dan ga ik dan rijden. Dan moet dat. Ja. Want anders moet je weer uitleggen in je vlog dat je het toch weer niet gaat doen. Ja. Dus het geeft me wel een structuur. Ik ben het helemaal eens. Ik kan natuurlijk ook editen wat ik wil. En ik laat natuurlijk niet al mijn hypere momenten in mijn vlog zien of zo, weet je wel. Nee. Ik kan, maar het is ook weer niet zo dat ik bewust mezelf echt anders voordoe in mijn vlogs. Het is meer... Ik weet niet. Ik vind je wel anders als in de vlogs. Echt? Maar niet negatief. Oké, helemaal grappig. Niet. Nee. Iedereen is altijd... Ja, nee, je bent eigenlijk gewoon net zo als in de vlogs of zo. Je kan net zo lekker kletsen als in de video's. Maar ik vind je... Kijk, in de video's... Nu zie ik jou, hoe je erbij beweegt en zo. Ja. En dat is in de video's anders. Omdat je dan... Praat tegen de camera. En soms en niet heb ik de camera ook zo, dan heb ik hem op mijn hoofd gericht. Dus zeg maar, zie je dit? En dan zie je handen. Ondertussen gaan mijn handen gaan gewoon door. Dat zie je niet op camera. Nee. Dus ik denk dat in die zin dat je drukker lijkt, maar dan op camera. Ja. Nou, en vaak als je iets vertelt tegen de camera, dan ga je even zitten of dan ga je even stilstaan. Ja. En dan zie je niet dat ik eigenlijk gewoon haast heb. Helemaal gewoon bezig ben en zo. Want heel vaak zeg ik ook. Ja, ik moet 5 minuten daar zijn, dus ik ga maar eventjes een beetje opschieten. Heel snel, Maar dan zit ik eigenlijk nog gewoon. Zo. Maar dan zien jullie niet dat ik dan daarna een soort van aanval krijg. Dat ik dan in één niet moet doen. Maar goed, ja, dus een beetje. Ja, het is misschien wel waar dat ik in het echt iets minder rustig ben, maar... En wat vind jij? Dan gaan we hem even omdraaien. Ben ik drukker in de video's? Oké, de stelling is... Nee, ik vind jou eigenlijk rustiger. Wat ik vandaag van jou meemaak, ik vind jou eigenlijk rustiger in het echt dan in jouw video's. Maar misschien is het ook maar weer net wat je een soort van uitlicht in de video's of ja ik weet het niet. Ja, plus maar die medicatie, hè? Ja, is echt, is echt. Die heb ik vanavond voor het eerst genomen en dat was echt... Ik ben helemaal lekker ontspannen. Ja, nee, weet ik niet. Ja, nee, ik vind het wel gewoon een gezonde dosering, weet je. Dat is niet...
ik weet dat je af en toe gewoon gek bent in de vlogs, weet je wel. Dan denk ik echt van, wow, die Nienke is alleen maar lachen, gieren, brullen, gek doen. Vooral als met Maartjes, maar het echt is gewoon best wel ja, nee, het is echt niet dat ik de hele dag gewoon, nee, dat hou je niet vol, jongens. Nee. Dat hou je echt niet vol. Dan heb, als ik op stap ben geweest en het is zo'n dag geweest als we gaan filmen, dan moet ik echt bij komen. Ja, ja, ja. Dan denk ik echt, oké, het is me nu vandaag gebeurd op stap. Ja. Ik heb het niet meegekregen. Ja, dat. Dus ik kan me niet voorstellen dat je dat echt altijd zou hebben. Dan, Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je gewoon jezelf bent in je vlogs. Maar ja, door omstandigheden komt het misschien wel eens anders over. Zo, maar, ja. Nee, ik ben bij heel veel mensen langs geweest en ik kan me niet vinden in dat iemand heel anders is op camera. Nee. Wat ik juist heel vaak heb, is als ik dan bijvoorbeeld met een YouTuber omga, dan is het gewoon, je kent elkaar eigenlijk al toch een beetje of zo, weet je wel. Want je hebt heel veel overlegd en besproken. Ja, maar je ziet elkaar ook heel vaak op de film, dus het is... Ik heb altijd het gevoel dat je weet naar wat voor een type je gaat. Ja, ja. Ja. Inderdaad. Romy heeft ooit gezegd dat ze Fenna van Hoefijzer slecht vindt rijden. Waar of niet waar? Volgens mij heb ik dat nooit gezegd. Nee, jij hebt er in de video geholpen met rijden. En ik vind het ook niet. Nee, dus ik zou niet snappen waarom je dat van elkaar zou vinden. Ofzo. Nee, en ik bedoel, ik vind het juist heel erg tof hoe zij in de vlogs durft te laten zien hoe ze eigenlijk van de manege ruiten en op een gegeven moment verzorgpaars met de Houdini toen. En met Noora en nu met de jonge paard Moos vind ik juist heel knap hoe ze dat eigenlijk allemaal aan het leren is. En dat ook heel erg open staat om te leren. Dus dat vind ik eigenlijk heel goed. Absoluut. Dus waarom zou ik zoiets hatelijks over iemand zeggen? Even kijken. Ik heb heel veel moeite in deze video gestopt. Jeetje. Camera's wisselen. Steeds niet gekeken wordt, jongens. En dan stop ik met YouTube. Is het waar dat Nienke dan stopt? Oké. Snoetebol, je bent raar, staat ertussen. Hey, thanks. Okay. Je bent niet de enige. Dat is wel raar dat je, dat schrijft, maar goed. Nienke heeft een grote ruzie gehad met Fenna van Hoefijzer. Zullen we Fenna bellen? Ja, is goed. Ik denk het niet, maar ik weet niet. We bellen Fenna wel even. Hallo. Hoi, Fenna met Romy. Nienke is er ook. Hoi. Fen. Er is een roddel. En die luidt, Nienke heeft een grote ruzie gehad met Fenna van Hoefijzer. Oh, dat is sowieso waar. Vertel, want ik weet het. Ik heb alleen nog maar positieve ervaringen gewoon met Nienke. Ik heb er ook Horsie Vent ontmoet en ja, sindsdien was het gewoon gezellig, ook met de buitenrit en zo. Alles stabiel. Ze heeft er kort om mee zitten lachen. Nee hoor, okay. Ik ben je helemaal niet aan. Oh, dat is een heel politiek correct antwoord. En het klopt. Ik haal het je even van het free af en dan mag je even vertellen wat het echte verhaal is. We zitten hier. Dankjewel, lieve Fenna, voor het antwoorden. Dankjewel, we gaan ophangen. Niet waar. Ik kan het super goed vinden met Fenna en Maatje ook. En er is nooit iets geweest. Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het viel mij deze mee. Ja, mij ook. Ik vond het echt heel erg leuk ook om te doen. Ja. Ik was er een beetje bang voor, want mensen anoniem iets kunnen insturen. En ik dacht, oh, wil ik het allemaal wel weten? Ja. Dat ik dan vanavond niet kan slapen. En ik dacht, oh, dat mensen zulke onaardige dingen zeggen. Nou ja, dat heb ik eigenlijk niet. Sowieso niet. Maar ik kan me wel dingen goed aantrekken. Ja, ja, ja. Maar als dit echt alles is wat mensen anoniem mochten insturen... Kom maar op. Jullie zijn echt toppers. Ja. Oh, maar ik ben echt oprecht, en dat heb ik al zo vaak gezegd. Echt de sfeer, in ieder geval bij mijn, onder mijn video's, of bij ons bij jullie ook, is echt altijd heel goed. En zo fijn. En iedereen is lief. En echt een enkele keer heb je wel eens echt een reactie tussen. Dus je denkt van, oké. Jij bent stom, maar ja. Ja. Is goed. Ja. Weet niet, daar kan ik dan wel weer heel nuchter mee omgaan, of om een lachen of zo. Ja. Maar wat ik wel vind is, als je zeg maar gepest wordt of zo, dat wil ik even toevoegen. Heel vaak zeggen mensen van, ah, oh, trek het je niet aan, lekker links. Ja, maar dat is... Maar dat vind ik ook weer niet goed, weet je wel. Nee, dan, dat zit anders. Een soort van zwijgen is toestemmen. Ik vind dat het juist wel aandacht moet krijgen. En dat jullie wel moeten weten dat het gewoon niet oké is om... Om zoiets te zeggen. Ja, om een oordeel over iemand te hebben zonder dat je iemand echt kent, weet je. Stel dan diegene gewoon een vraag in plaats van gelijk. Ja. Een oordeel te hebben. Ja, en zo zie je maar in deze video. Eigenlijk was gewoon heel veel niet waar. En we hebben ook heel veel dingen overgeslagen. En het ging echt alleen maar over... Je hebt ruzie met die, je hebt ruzie met die. En Jullie willen heel veel dingen weten over ruzies en zo. Ja! En ik snap het ook wel. Want we zijn met z'n allen één grote groep. Ja. Waar die jullie maar gewoon even volgen. Eigenlijk kijken jullie bijna in het leven van... van een groep of zo. Ja, er zijn zoveel die paar YouTubers en... We zijn aan de ene kant een soort van concurrenten, aan de ene kant. Maar we zijn eigenlijk ook
grotendeels gewoon collega's. Want als het paarden-YouTuber aan zich populairder wordt, hebben wij er allemaal profijt van. Ja, en met elkaar zijn we op één ding geabonneerd. Nee, en met elkaar kan je zulke leuke video's maken. Dus ja, weet je, je kan er ook je kracht van maken. Ja. Niet dat we tegenstanders van elkaar zijn. Maar ja, natuurlijk, dat heb je altijd, vooral met paardenmeisjes. Ja. En met grote groepen mensen. Er zijn altijd wel mensen die het dan niet helemaal met één kunnen vinden, niet helemaal met ander. En we zijn ook allemaal echt eigen persoonlijkheden. Ja. Dus absoluut, absoluut. Ja, maar als je alleen al ziet hoeveel lieve berichten jullie ook kunnen achterlaten. Ja. En de persoonlijke Sarah, hoeveel jullie ons steunen. Dat is echt, ja, echt super tof. En ik lees altijd elke reactie. Ja, dat is echt ook zo. Ja. Alles lees ik. En Maatje ook. En volgens mij bijna elke paar YouTuber wel. Ik denk het wel, ja. Ik denk dat we daar ook wel grotendeels onze kracht en motivatie, ja, wel uithalen. Echt wel. Ja. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Tot de volgende keer. Doei doei. Vergeet trouwens niet even het kanaal van Romy te checken. Snootable staat hieronder in de beschrijving.